Hey YouTube vrienden, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over de 5 meeste kutreclames die er bestaan. Echt gewoon reclames waar je denkt van... De eerste reclame waar ik mee wil beginnen, dat is die van vakantieveilingen. Echt irritant. Als je iets wint, ga je zo fucking dansen. Niemand danst zo, echt helemaal niemand. De volgende reclame die ik echt irritant vind, is de stamppot reclame van de Lidl. Wat eten jullie vanavond? Stamppot. Wat eten jullie vanavond? Stamppot. Stamppot. Alweer? Stamppot. 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 Wat eten jullie? Stamppot. Wat eten jullie vanavond? Stamppot! Volgende dag stamppot! Altijd mijn stamppot! Ik heb er best honger van gekregen! Stamppot. Volgende reclame is zo fucking vervelend. Het is van Jarden over de dood. Mam begraven, mam cremeren. Mam had Alzheimer en wist zich geen wens meer te herinneren. Toen ze stierf, lag ik naast haar. Haar dood leek volstrekt gezond. Wat kunt u mij zeggen over dood? Wat ik kan zeggen over de dood? Dat we allemaal doodgaan! Spreekt u de dood? Spreek ik de dood? Ik bel dagelijks met hem. Ik heb gewoon zijn telefoonnummer. Linkje in de beschrijving. Of schrijft u of verwenst u de dood? Schrijven? Ik zei nog net dat ik hem belde. Kutreclame. De volgende reclame vind ik echt irritant. Nog irritanter dan alle andere irritante reclames. Hij is van Mora. Happas. Dingen vooruit de oven. Wat de fuck boeit dat? Koop gewoon frituurvreten. Dus jullie hebben happas ontdekt? Ja, wij zijn wat minder sober gaan eten. Mm-hmm. Kijk, en natuurlijk zijn we nog altijd heel bewust met voeding bezig, tuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar we maken er gewoon wat vaker een feestje van. Last game. Last game. Ik denk dat wij van open-minded naar over-minded zijn gegaan. Nou, u hoort het. Er gaat een wereld voor je open met de nieuwe happas. Serieus, er gaat een nieuwe wereld voor je open? Kut woordgrapjes. De volgende reclame is van Fonk. Ik vind deze ook echt rete irritant. Kijk gewoon zelf even. Mooi. Ja, die is mooi. Mooi. Ja, die is ook mooi. Ja, die is mooi. Mooi. Ja, die is ook mooi. Dat is een mooie. Ja, allemaal hele mooie pannen, maar waar vind ik ze? Op Fonk. Ga ik er koken dan? Nee, ik ga jou je hersens ermee inslaan. Is nou goed? What the fuck? Ik ga jou de hersens ermee inslaan? Kom dan fucking vechten! What the fuck? Je kan toch niet de reclame maken dat je roept ik ga fucking je hersens inslaan? Wat de... Ja mensen, dit was weer de video. Dit waren de 5 irritantste reclames wat ik vind. Misschien vinden jullie de reclames wel leuk. Laat het dan weten. Hebben jullie nog meer reclames wat irritant is? Wat jullie irritant vinden, laat het dan ook weten. Misschien maak ik daar dan wel een video over. Ik heb een nieuwe achtergrond. Ik had nooit een achtergrond. Ik heb nog nooit zo'n video gemaakt. Dus ik dacht, ik moet wat. Ik heb een aap. Een panda beer. Nog een aap. Dat is Ronnie. Een tijger. En een papa mama gaai. Ik denk dat dit een mama gaai is, want die heeft een beetje lippenstift op. Maakt voor de rest niet uit. Ik wil jullie vast bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren en dat blauwe duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie weer bij een andere video. Later!